Hoi meiden, anoniem van 21 jaar. Ik heb een probleem en ik wil graag jullie advies. Laatst was ik heel erg verdrietig en probeerde mijn vriend mij te troosten. Alleen is hij toen in slaap gevallen. Ik vond dat echt niet kunnen en heb het mijn moeder verteld. Zij zei dat ik beter naar huis kon komen. Zij vindt dat hij mij op zijn minst naar huis kon brengen of kon troosten. Wat vinden jullie? Best hoor. Ja, maar sorry, wanneer viel hij in slaap? Hij in slaap met, ah, schatje, het gaat goed. Soms moet je ook rekening houden van, jij kan heel erg verdrietig zijn en ergens mee zitten. Maar je bent natuurlijk gewoon de main character van je eigen leven. Maar iemand anders heeft ook zijn ding. Aankaarten, vragen, zeg gewoon tegen hem van, yo, weet je, laatst probeer ik me dan hard te luchten, maar je viel gewoon in slaap. Niet netjes. Vind ik niet fijn. Nou, en misschien zegt hij wel, oh ja, sorry. Ja, ik was gewoon heel erg moe, ik heb een zware dag gehad. Je weet niet wat zijn leven is, hè? Je weet niet wat hij heeft gedaan. Hij heeft ook een leven al. Precies. Inderdaad, wat is dit? Ik vind het een... Het is een smash. Smash.